Lego Spears gameplay. Ik ben Pieter Jan. Ik ga naar de Dutch YouTube Gathering. Like als je deze kaartjes nog herkent. Zullen we eens denken, waarom heb je kilpsiers bij je? Zeg ik kilpsiers? Namelijk 160 visitekaartjes. Ik geef er eentje weg bij de 15 likes. Like! Wie ben jij? Ik ben Joffrey van Joop de Taal met de beste tips voor jouw kanaal. Welke video's maak je allemaal? Nou, ik maak op mijn kanaal tipvideo's voor beginnende YouTubers. Want heel veel YouTubers vinden het nog lastig om te weten wat voor video's ze moeten maken. En hoe ze ook een groot publiek moeten krijgen. Dus daar help ik ze bij. Oké, leuk. En hoeveel abonnees heb je nu? De laatste keer keek ik 31.300. Dus, ja. Zo, dat is best veel. Ja, het is echt, gaat echt als een speer nu, dus ik ben daar echt heel blij mee. En ga je ook nog gamevideo's maken of ga je bij tips en zo? Nou, ik heb ook een tweede kanaal, dat heet Joffrey Reemer en dat kun je dus op mijn kanaal vinden. En daar heb ik al wat gamevideo's gemaakt. Ja, ik vind het gewoon leuk om video's met de camera te maken en om tips te geven. Oké. Je hebt een leuk kanaal en... Ja, ik zou zeggen, abonneer op Tube de Taal. Link staat in de beschrijving. Ja, en abonneer me zeker op Pieter Jan, want die maakt ook goede video's. Dus, Nee, dankjewel. Hey, ga zo door, jongen. Dankjewel. Oké. Tot ziens. Ik ben hier met enige echte Chris van Prankster. Ja. Ja, ik ben de enige Chris van Prankster. We hebben hier ook John. En Aad. Aad is ook een beetje van Prankster natuurlijk. Hè? Je hoort er ook bij. Zeker, zeker. Had je nog wat te vragen? Hoe zijn jullie met YouTube begonnen? Hoe we met YouTube zijn begonnen? We hadden eerst eigenlijk al een website. En toen dachten we gaan filmpjes maken voor onze website. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat YouTube zo'n groot ding was. En zo zijn we eigenlijk hier terecht gekomen. Nu staan we hier ook met 277.000 abonnees. Oké, dankjewel. Tot ziens. Ik ga hier met de ene echte Art van Prankster. Zo doof. Ik zeg het baas. Ja, dankjewel man. Tot ziens. Doei. Mijn kanaal is PS Gameplay. Jij bent nu gelijk in de vlog. Live? Nee, in de vlog. In de vlog. Yes. PS Gameplay, shout out naar jou. Ja, en wat speel je voor games? Van alles. Minecraft Skywars, vlogs, echt alles. Gewoon zeker even checken. En hoeveel abonnees heb je al? 150. 150. Ja, je moet makkelijk naar de 250 kunnen krijgen vandaag. Before you were born! Let's go now. You and I, we're racing. Let's go now. We're racing. 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 We're rac
It's a trap. It's a trap. Hallo. Hoi. Wie ben jij? Ik ben meisje Jamila. En wat voor video's maak je? Ik maak allerlei soorten video's waarin ik dingen uittest, zoals eten en speeltjes. Awesome, jij komt niet uit Nederland, of wel? Nee, ik kom uit Texas en daar woon ik ook. Awesome, awesome. Je maakt hele leuke video's. Oh, dankjewel. Met welk vliegtuig ben je hier naartoe gekomen? Zeg je? Met welk vliegtuig ben je hier naartoe gekomen? Ik ben hier per schip gekomen. Dus, per schip? Per schip, ja. Eentje die op het water kan, hè? Ja. Ja, oké, niet iedereen over land, of door de lucht. Oké. Okay. Wil je nog iets verder zeggen tegen de kijkers? Ja, like deze video en abonneer op dit kanaal. Dankjewel. Dank je. Tot ziens. Oké, okay, guys, wat ik net heb meegemaakt was echt insane. Iemand gooide iets in de prullenbak. Ik gaf een kaartje, keek op het naamkaartje van diegene en er stond gewoon Just Joris. Just Joris was gewoon hier om iets weg te gooien. Ik heb gewoon heel makkelijk een handtekening van hem weten te fixen. Fucking nice. Fuck yeah. Die trap blijft gewoon creepy, ik weet niet waarom. Oké, okay guys, ik ben nu oprecht op weg richting station Utrecht. Wow, het is allemaal tegenlicht, je ziet me helemaal zwart, maar het maakt niet uit. Ik ben helemaal niet bekend hier in Utrecht, dus het wordt een hele challenge. Waarschijnlijk loop ik nu echt helemaal verkeerd. Je weet net hoeveel is, niet anders. Nou, oké. Okay. Waarschijnlijk loop ik verkeerd, misschien loop ik goed, ik weet het niet. Maar ik spreek jullie in de trein. Ciao. Oké, wat er dus gebeurde, ik liep verkeerd. Het bleek dus zijn dat ik de hele verkeerde kant op ging, dus ik moest een hele stuk terug naar de jaarbeurs lopen. Fucking kut. En ja, toen kwam ik een keertje eindelijk aan bij het station. Een half uur later. Het lijkt die trappen van Kung Fu Panda daar, oh. Oh my god. Ik ben nu op het station en op naar de trein, naar Nijmegen toe. Wat er daarna gebeurde, heel eenvoudig. Ik kwam op perron aan, ik had mijn OV-chipkaart opgeladen. Er stonden paaltjes in de stationshal. Ik dacht van, nou ja, weet je, het inchecken komt wel op het perron. Toen liep ik het perron erop. En toen was ik vergeten in te checken. En laatst moment dacht ik graag van, oh kut, ik moet erin checken. Ik het hele perron afzoeken naar zo'n kutpaaltje. En toen vroeg ik aan de conducteur van, weet jij misschien wel een paaltje? Zei die van, ja, helemaal in de stationshal. Dacht ik als van, fuck! En daardoor had ik dus die ene trein gemist. Dus moest ik weer een trein later. Ik heb al 2 treinen gemist in totaal. De derde trein komt pas mee. Kutzooi! We zijn die kutkaartjes gebleven. Even eerlijk, we zijn die kutkaartjes.